Waza Siders van de Allianz, ik ben Riek. Welkom bij de aflevering van SpongeBob SquarePants, de Cosmic Shake. De vorige aflevering zijn wij door de deur gegaan en hebben gefaald. Nu gaan we verder, want we gaan nu proberen het wel te halen. Maar voordat we dat doen, ga ik eventjes één ding proberen. Ik ga kijken of ik daar kan komen, want ik kom toevallig... Ik was een beetje aan het rondkijken en ik zag toevallig Spot. En Spot is een sidequest die we moeten doen. Shit, oké, ik moet daar... Maar jullie zien hem ook, hè? Oh, dat ding beweegt, joh. Oké, ik weet het genoeg. Maar ik wil die guy wel hebben. Okay, vandaag, ik ben net naar bed, zoals misschien kan horen aan mijn stem. Waarom kan ik daar nou in een keer opkomen, jongen? Godverdomme. Oké, zo, kijk. Maar, ik had gewoon nog zin in nog wat SpongeBob. Dus ik deze game zo echt heel goed. Oké, top. Kijk. Hallo Spot. Oké, dus nu kunnen we weer verder. Zo. Let's go. Nee, ik had gewoon zin om wat meer SpongeBob te nemen, want de claim is gewoon echt heel goed. Ik wil een beetje in de gaten houden dat ze de goede route nemen en niet de moeilijke route. En ook niet te veel van die jelly willen proberen te nakken. Zo. Nee, ik ben heel blij met de aankomst van dit spelletje. Ik vind het een verbazingwekkend leuk spelletje. Ik had niet verwacht dat ik het zo'n leuk spelletje zou vinden. Het is wel simpel. Dus het is echt wel, bijvoorbeeld als je kinderen hebt, is het een leuk spelletje. Zeer geschikt. Maar ook voor mij is het wel enjoyable. Kijk, hier ging de vorige keer af, dus dat moet ik niet nog een keer doen. We gaan gewoon zo. En nu? Next. Hey, weet je? Nope. Hup. Huppatee. Oh, hi. Flabber. Oh, nee. Het is jammer dat je hem niet meer een keer kan slaan. En op twee. Zo. Talk to Cassandra. Oh, Cassandra zit in de bubbel. Waar zit ze in de bubbel? Hallo? Wow, what a beautiful bubble! I want to pop it! You can't! It is indestructible magic, thanks to the jelly you're collecting from my, our cause. Cassandra, are you sure this is the right place to find Sandy? The portal brought you right where you're supposed to be. Don't resist the jellyverse. Instead, take it, store it, and bring it to me. Besides, the jelly whispered that you've done some commercial work. Don't your square pants long to be in the spotlight once more? You're right! If it means saving Sandy and the world, then I'll just have to act my square heart out. Thanks, Cassandra! Wat het geval dan niet duidelijk is, zij wil duidelijk gewoon, ja, alleen de jelly. Dat is het mooie van deze game. Het is van sowieso van een heel SpongeBob. Het is maar best wel self-conscious. Ja, maar dit is gewoon hoe SpongeBob is. En dat maakt deze game echt heel goed, vind ik nog steeds.
Hoe moeten we lopen? Oh. Zo. Nee, maar vandaag had ik niet echt een onderwerp. Ik kan gewoon lekker of lekker spelletje spelen. Soms heb je dat wel eens. Dus ik heb dat soms wel eens. Ik vind het lekker om soms wel eventjes een spelletje te kunnen spelen. Dan denk ik daar naartoe. Ja, sure. Hoppa. En doei. We raken mis. Hoep, hoep, hoep. Mijn kat speelt. Wat is dat er? Dat is locked. Ah, dat is jammer. Ik had mezelf graag willen afschieten met kattenpult. Maar ook die verschillende skills die je in deze game hebt zijn heel nice. Als ik een wimp run around, I'd be directing Wimp Racer 2, like my agent told me to. This is a karate film. But I guess I have to work with what I've got. Let's start with something simple. A karate kick. Oh, dope. Nieuwe power. Karate kick. Spatiepook plus E. Oké. Oh ja. To really prove that you know how to embody a great hero of karate, I have prepared a little challenge for you. Across the roofs of the city. Now, kick down that door and get moving. Okay. Okay, that's nice. Kick things off. Even oefenen hoe deze nieuwe skill werkt. Want spatiebalk, hey, gaan we spatie dan. Ik weet nog steeds niet wat die doet, maar... Maar wij zetten gewoon collectibles. Oké, dus goed. Ah ja. We moeten zo. Ik zie een heleboel doosjes staan. Maar wat ik dus niet wist is dat... Plankton heeft dus gewoon rustig een pet nu in deze. In de SpongeBob reeks. Dat zijn dan dingen, daar ben ik dan weer te jong op te oud voor. Om dat te weten. Nice. Kijk, dus kan mensen ook gewoon die fucking. Waar het kick in zijn nek geven, dat is wel goeie. Ik had best goed chain ook. Ah man, oké, is jammer. Oh kut. En daar beneden zit een katapult. Ah, kut. Oké, shit. Dat is goed, jammer. Ja, dat is genaaid. Ja, dat is helemaal genaaid. Dat was echt een naaistreek. Godverdomme, welkom op. Hoppa. Wat is er weer? These little ones look quick and hungry. Yeah, we got that coming. Not the quick
think we'll need that part to get past them. Oh, no, not these guys again. Karate kick them out of my darn sack, would ya? Opa. Oké, dus moet die guys even knokken, want anders... Dat is gewoon zo hard. Ja. Oké. Weer een checkpoint. Hoppatee. Het verzamelen van dit spul gaat ook wel redelijk makkelijk, dus je hoeft niet zomaar te kutten voor het krijgen van, dit, van die troep. Ja, straks eens even jelly verzamelen. Ook een nieuw kostuumetje kopen. Hij legt daar gewoon op gouden onderbroek, wat staat dat in? Kom ik daar? Kut, dat is jammer. Oké, ik ga dat wel halen, though. Ik wil weten wat dat is. Ik denk wel extra leven gewoon permanent. Dat is een goeie. Die wil ik namelijk dan wel hebben. Kijk. Een extra leven. Dat is altijd wenselijk, weet je. Ik bedoel, je weet nog wanneer je mogelijk de afgrond flikkert en dan al je levens kwijt bent. Ja, maar dat is niet helemaal fit, zoals je hoort. Oh, ik moet het wandje hangen. Zit hier dan? Ik weet niet precies wat hier allemaal zit, maar... We zijn wel eventjes dus, naar Pearl. Pearl, Pearl, Pearl. Ah, kijk, hier een deur. Ik weet niet waar dit allemaal goed voor was, want... Zoveel bijzonders zit hier nou ook weer niet. Nou ja, we gaan naar Pearl. Hallo. Short, yellow and spongy. There's a lot of popularity on this set who wish to smear the director's reputation by capturing the fishy side of his process, which obviously doesn't exist. It would be real cool if you could distract them with some of your fancy moves. Okay. I will make myself extra picturesque. Ik was even wat aan het drinken. What the fuck? Okay, dus het thumbnail van deze af. What the fuck, man. Find the hidden paparazzi. Okay. Sticky sweet. Even zoeken. Waar zou de paparazzi kunnen zitten? Hoe ziet de paparazzi er überhaupt uit? Zo! Wat die meme. Oké. Okay. Dus de hele paparazzi is gewoon... Mensen bij de krant of... Iets dergelijks. Hier zijn geen mensen. Toch? Nee. Ah, hier. Die memes zijn wel goeie. Het is ook wel goeie dat ze die memes er gewoon in hebben gestopt. Oké. Okay. Hier staat er nog één. Zit er nog één.
zou wel een crime zijn voor de speedrunners om deze te doen. Ja. Ik blijf even naar de speedrunners, omdat deze kind oorspronkelijk wel een beetje op heeft gepie. Oh, daarboven zit er ook nog een. Dan zag ik al op al die balletjes daar zaten. Hoppa. Die vind ik wel leuk. Dat poppetje. Hoppa. En nu nog één. Waar is die laatste? Oh, daar. Hallo. Meneer. En zo. You did it, Mr. Sponge. The security guard will let you pass now. Top. Mensen, ik bedank je voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. En hoop je volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe aflevering. SpongeBob SquarePants, The Cosmic Shake. See ya.